Julie, hoe trots ben jij nu vanavond zelf op jezelf? Ja, dat is moeilijk om te zeggen dat je trots bent op jezelf, maar ik ben heel blij over vanavond. Ja. Ik heb mezelf weer helemaal gegeven op de dansvloer, dus ja. En mama Eva, wat vond jij nu van jouw dochter? Ja, super hè. Ik ben uiteraard super trots. Ja, wat wel de kleine meisjes worden groot en ja, het is prachtig, echt waar. Wat doet dat nu met jou? Ja, emotioneel. Dat is, altijd een zakdoeken maar boven hè. Dus dat is zwaar, maar ja, het is realiteit en het is heel mooi. Dus je ziet hè, alles kan terugkomen hè. Had je dit verwacht van jouw dochter? Had je het in haar gezien dat ze zo goed zou kunnen dansen? Ja, het zat er al in van kleins af aan. Het zit eigenlijk wel in de genen. Heeft ze dat van jou? Ja, eigenlijk beiden. Hè. Papa danst ook goed, ja. Maar ik heb ook lang ballet gedaan en Stijn. Ja. Ja. Was dit nu een extra last dat jouw moeder in de publiek zat of niet? Dit was geen last, eigenlijk was vrij relaxed. Het is natuurlijk anders als je familie in de zaal zit, omdat je dan nog extra denkt. En zeker nu was het was een verhaal rond mijn familie ook. Dan denk je extra na, want je wilt de boodschap ook goed overbrengen. Maar ik ben heel tevreden over hoe dat ik het heb gedaan. Wat vond je van de commentaren van de jury? Super tevreden over de jurycommentaren, echt wel. Omdat we hebben opnieuw weer een hele week gewerkt hiervoor. En we hebben zo'n kleine tijd om een dans te maken. En we hebben dat weer goed neergezet en de punten waren fantastisch. Ik heb mijn eerste 9 gekregen. Dat is fantastisch. Daar is echt iets waar ik van droomde en het is gebeurd. Ik ben kei blij. Oké, op naar volgende week. Veel succes. Ja, dankjewel.